Welkom Matthijs, Joya, Bos bij de Thuiskomen Podcast, waarin we gesprekken voeren over het Goddelijke, over een hemel op aarde creëren en eigenlijk alles wat te maken heeft met transformatiewerk. Nou, volg ik jou al een tijdje en ik zie dat jij prachtige, mooie dingen aan het doen bent. Ik herken me ook echt wel in een groot gedeelte van de reis die jij hebt afgelegd. Maar ik zou je eigenlijk willen vragen om jezelf eens even voor te stellen: wie ben jij? <laughs> Thanks, Brian, voor de uitnodiging. En deze uh, altijd mooie, diepe vraag: uh, wie ben jij? Ik zou die op zoveel lagen kunnen beantwoorden. Mijn maar, maar eerste antwoord sinds jaren is: als ik daar echt naar de kern ga, is liefde. Wie ben jij? Is liefde. En tegelijkertijd, dus, een expressie van liefde in de vorm uh, ja, van, van deze Being. <laughs> en die altijd maar een beetje aan het veranderen is. En uh, ja, de naam Matthijs Bos heeft gekregen. En daar een jaar geleden zelf Joya aan toe heeft gevoegd. Maar wie ben ik? Um, ja, eigenlijk, dat voel ik wel een expressie van liefde. En. en Vooral wat ik voel en waar ik heel dankbaar voor ben, waar ik steeds vaker aan herinner, is waarom ben ik hier? En dat is om ja, die liefde die ik voel, mm. om die te delen en te verspreiden op uh, deze mooie aarde. Mm -hmm. Ja, dus de wie vind ik altijd, uh, ik vind het een hele mooie vraag, maar het is altijd veranderlijk, voel ik. Mm. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar. Ik zou ook zeggen liefde. Hmm. Ja, ik zou ook zeker zeggen liefde. En dan kom je al heel snel weer in de rollen die je als human exact. being speelt. En het is misschien wel mooi om daar wat over te vertellen. Want wat voor rollen speel jij bijvoorbeeld in het leven? Halleluja. <laughs> 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 ja, zoveel rollen. Ja, heel veel rollen gespeeld. Uh, en ik voel dat ik steeds meer vanuit mijn hart de rol van, ik zeg vaak. To be a servant of love. Uh, dus dat is de rol die ik vooral wil spelen. Aan het ontdekken ben, aan het verdiepen ben. Uh, en dat is dus voor mij ook echt nu het thema. Van om te leren uh, leven als liefde. Om te geven als liefde. Maar misschien nog wel belangrijker nu voor mij in deze fase ook om te ontvangen als liefde. Mezelf. En ik denk ook, ja, alles wat het leven ook mij wil geven... om dat, dat echt te kunnen ontvangen, dat mm. is uh, een beoefening. Zoals je net ook die, uh, die podcastopname van, uh, van Nico cadeau kreeg. Wauw. Ja. ja, inderdaad. Dat kwam gewoon zo... Uh, kan ja. je dat dan ontvangen? Nou, ja. En een milliseconde is even... Echt waar? Ge geef je dit? Krijg ja. ik dit nu? En dat is er nog steeds wel. En veel minder dan, dan eerder. Uh, mijn hart opent zich steeds meer daarvoor. Maar ik ben dat echt nog aan het leren. Echt, kan moeilijk uh, zijn ook, hè? Ja. ja. Ik ken dat ook heel erg. Dat mensen dan een compliment geven. Of echt oprecht blij zijn met iets wat je hebt gedaan. Mm. En dat je dan zegt, dankjewel. <laughs> Eén oor in, andere uit. En dan ja. gewoon alsof het iets heel normaals is of zo. Maar ik denk dat... Wat wij allebei doen, dat dat zo mooi is en belangrijk ook is voor de tijd waarin we leven. Zeker met alle mensen die nou ja, nu echt in proces gaan, en mm. omdat ze weer richting huis willen gaan bewegen. Hoe ja. ja. kijk jij daarnaar? Mm. En wat is precies je vraag daarin? Ja, hoe jij naar je rol kijkt, zeg maar, als een soort van, wat je zegt, als servant, mm -hmm. naar de mensheid dat nu als uh, individu en als collectief in proces is. Ja. Want daarin word je uitgenodigd ook om als leider te gaan staan en liefde te zijn en te laten zien dat er een andere manier van leven is. En dat, ja, in mijn ogen, ben jij dat wel aan het doen. Ja. ja, mooi. Ik moest even op me in laten werken de vraag. Ja, wat ik zie is dat alles waar ik doorheen ga, uh, dus, dus de helende processen, het leren om als liefde te leven, dat geven, en ontvangen, te belichamen, is dat dat wordt weerspiegeld uh, in mijn realiteit. Dus alle mensen die ik aantrek uh, en of dat nou heel dichtbij is in de relatie of familie, mensen met samenwerkingen, als ook ja, de, de mensen die je ondersteunt in, de, in het transformatieve werk. Is, is ja, ik weet niet of je dat herkent, maar heel vaak, nou ja, stukken waar je zelf doorheen gaat, uh, vaak doorheen bent gegaan, krijg je dan uh, de mogelijkheid om dat wat je geleerd hebt en nu belichaamd uh, in wijsheid en liefde, om weer door te geven. Mm. En, uh, en soms gaat dat ook heel snel, uh, merk ik nu dat, dat, dat er net. Een inzicht is, of een opening bij mezelf in mijn hart, of dat er iets is aangeraakt en dan. Ah, dat kan een proces zijn of gewoon even een inzicht. Mm. En dan nog geen vijf minuten later doet er een situatie zich voort. Uh, bijvoorbeeld uh, met iemand die dan in een groep aanwezig is. En dan mag je weer die, die, die bedding houden. Mm. Uh, omdat je ja, dat bewustzijn nu hebt. Mm -hmm. En, en Aanwezig bent in plaats van geïdentificeerd uh, mm. met dat deel wat dus wordt aangeraakt in, uh, in die ander. Ja. Wat is aanwezig zijn? Ja, mooi. <laughs> <hums> <hums> Dit? <hums> 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 ja, aanwezig zijn. Is, uh, ja. Je kan het op zoveel manieren insteken: bewust zijn, yeah. aanwezig zijn. Voor mij is dat ook wel uh, eigenlijk het lijntje voelen met het goddelijke. Er um, is dus zo'n mooie uitspraak die... Ik weet niet of dat echt van iemand is of gewoon door over het internet gaat, maar... Uh, your presence is your present. En dat voel ik ook diep. Hè, je, je aanwezigheid... wordt is gegeven, maar is ook een gift. Ook, mm. het, is, het is tegelijk. Ja, uh, yeah. en, en ik denk ook dat dat <laughs> een groot onderdeel is van, uh, van het werk wat ik doe. Um, is om mensen te helpen om meer aanwezig te zijn. Mm. Ja. En je noemt al even het woord goddelijk. Wat, wat is dat voor jou? Hmm. Ja, dus een... Uh, voor mij waren afgelopen zaterdag een event in, uh, in een mooie kerk. En daar uh, was een man, die een verhalenverteller, en die, en die vertelde een verhaal. En ik, ben de en ik ben het verhaal zelf vergeten, maar dit was de essentie. Hij vertelde een verhaal. Over het verhaal en de naakte waarheid. En. het goddelijke als de naakte waarheid. is iets wat ik ken, wat ik voel, wat ik. Ja, steeds meer mag ervaren. En dan is er een verhaal. Uh, en die kent verschillende vormen voor mij. Van. Ja, wat is het goddelijke? Het is, het is dat allemaal. Mm. <laughs> Al die verhalen en uitingen. En, en voor mij gaat dat dus ook echt voorbij. En vooraf religie. Eigenlijk dus voorbij. En vooraf de woorden. Uh, en tegelijkertijd is het een onderdeel daarvan. Mm. En het is ook tegelijkertijd voor mij nog steeds een. Uh, een Zoektocht, ja, wil ik zeggen een vindtocht, een reis die zich aan het ontvouwen is. Uh, ja, oké, okay, dan ben ik heel benieuwd. Waar is die reis dan begonnen? <laughs> dat Al denk te ik te zeggen dat je liefde bent. Ja. ja, misschien dat je zo op aarde bent gekomen dat je uit je moeder kwam. Hoi, ik ben Joja. <laughs> <laughs> ik ben nee, liefde. Hallo, <laughs> nee, zeker niet. Zeker nou, je niet. Je hebt vrienden. een reis afgelegd ook hè, om, daar, ja. Ja, om daar naartoe te, uh, te gaan, eigenlijk. Ja. Waar is die reis begonnen? Waar die reis is begonnen? Poeh, ja. Zo'n 2000 jaar geleden. Ik denk ja, inderdaad. <laughs> in de Romeinse Colosseum. <laughs> <In, laughs> ja, als het goddelijke in het goddelijke zijn. Maar goed, laten we hem hier naar het, uh, de aarde toe trekken. Yeah. In, uh, in Amsterdam ben ik geboren, um, 40 jaar geleden. En um, een jonge moeder van 20... En ik ben de eerste van vier. En. Mijn zoektocht begon in de puberteit. <laughs> toen werd ik bewust van eigenlijk. <laughs> ik had toen een heleboel levensvragen. Ik denk dat velen dat herkennen. Omdat ik ergens voelde. Dit klopt niet helemaal voor mij de energie gebruikte ik toen nog niet denk ik zo dat woord, maar hoe we met elkaar omgaan, wat we doen, ik ik voel er is meer en en ik vroeg ook letterlijk uh, aan mijn moeder soms van uh, ja waarom zijn we hier, Waar, ook ook na, naar school, waarom moet ik naar school, wat heeft het voor zin weet je dat soort vragen, want ik snap het niet en en, en ja ergens was er gewoon zo'n verlangen naar van hey ik voel een diepere laag, maar die maar die ik kan zich niet uiten hier. En dat vertaalde zich bij ons. Dus eigenlijk was ik supergevoelig. En ik denk dat velen dat herkennen. Supergevoelig, maar ook aangeleerd om dat gevoel er niet te laten zijn. Bij ons was dat vooral met eten. Ja. Uh, en, en doen. En, en ja, gewoon veel doen en eten. Dus als we samen waren, dan was dat vaker rondom de tafel of rondom de tv. En dan, uh, nou ja, zodra we zaten, moest er ook eten zijn in ons mond. En dan, En ja, daar had ik wel altijd moeite mee. Uh, ja, hoe ga ik hiermee om? Dus toen geleerd eigenlijk om maskers op te zetten. En uh, dat heeft zich later ook, nou ja, naar alcohol. Uh, ja. Want ook gevoel, maar ja, dat gevoel kan er niet echt zijn hier. Dus verdoven, later naar drugs. Dus uh, combinaties. En eigenlijk langzaam maar zeker steeds meer... Ja, verwijderd van, van die essentie waar ik eigenlijk zo graag naartoe wilde. Probeerde je dat dan ook te vinden door middel van die drank, en drugs? Ja, want daar aan gekoppeld was toch ook een vaak dan een behoefte aan om met een vrouw te zijn, uiteindelijk om seks uh, te willen. Um, ik, ik denk, ja, gewoon om gezien te worden in die diepste kern. Mm. Daar, daar ging het wel dan naartoe op een gegeven moment toen ik ouder werd. Van oké, okay, drank, drugs, feesten en dan hopen om dicht bij een vrouw te zijn, om ja, daar uh, ja, te vinden wat, er, wat ik zocht. Ja, eigenlijk, die liefde. Of je op zoek bent naar verbinding. Verbinding, ja. Dat zeker, ja. En dat was ja, de zoektocht, eigenlijk de verbinding, de diepere verbinding met mezelf en het goddelijke, hmm. met liefde, met de bron. Maar ja, daar stapje voor stapje zo st ver van verwijderd. Hmm. Maar er kwam ook een, een laag bij. Want omdat ik dat ook wel had, pikte ik wel in mijn omgeving uh, de bewegingen van persoonlijke ontwikkeling uh, op. Van oké, okay, er is een andere weg. Hmm. Uh, want ik, aan de ene kant had ik heel veel destructieve patronen. En aan de andere kant voelde ik, ah, oh, maar er is een weg uit. En uh, hmm. daar ook wel eager naar. Van oké, okay, ho hoe dan? Dus naar nou, Tony Robbins en allemaal. Hmm ja dat was wel mijn eerste uh, guru terwijl ja. <laughs> hij zegt de guru is een dat zeg ik ook maar iemand die me bewust maakt ja. van er is meer en ja en dat werd een strijd van oké okay, door die persoonlijke ontwikkeling voelde ik oké okay, ik, ik, ik zet twee stappen vooruit maar heel ja. vaak dan ook weer drie stappen terug En weer vooruit en stap ja. terug en en tot eigenlijk het moment dat dat gewoon niet meer ging en dat was mijn bijna doodervaring in, uh, in 2014, dus tien jaar geleden. Oké, okay, wil je daar wat over vertellen? Ja, dat was voor mij uh, het moment dat ik echt begreep. Ik zeg altijd: er is een verschil tussen weten en mm. weten. vertel ja. dus... even, wat is het verschil? Ja. <laughs> um, ja, weten vanuit het hoofd, uh, intellectueel. Ik ja. zeg maar, je hebt een intellectueel bewustzijn, maar daarvoor bij en vooraf noem ik ook wat bronbewustzijn. En het echte, diepe weten. Mm -hmm. En um, dus mm -hmm. daarvoor was alles nog heel intellectueel. Uh, ook, ook die persoonlijke ontwikkeling was heel erg op het level van de mind, maar nog niet in mijn hart of in mijn lichaam helemaal. Mm -hmm. Dus ik was nog echt attached. Het is niet meer met begrijpen te maken ook. dat is dat je een boek leest. Om het even wat tastbaar te maken. En dat je het met je hoofd kan begrijpen. Ja. Maar je kan het met je lichaam kan je toch niet, niet per se voelen of zoiets. Precies. Ja, dankjewel. Ja, heel veel herkennen dat ook. Ja. ook dat zal je wa ook waarschijnlijk ook wel zien in het werk wat je doet. Ja, mijn begin zelf ook. Je, je leest iets en met je hoofd begrijp je het. Maar dan zit het nog heel erg op het mentale vlak. Dus ja. Je kan heel erg weten hoe je bepaalde dingen moet doen, maar het ook echt gaan leven. Daar is, dat is misschien ook wat jij dan bedoelt met dat echte diepe weten, dat, dat is een andere, dat is een diepere laag. Ja, ja. ja en, en ik denk voor velen is dat misschien ook wel gewoon de route. En het zijn ook dingen, bijvoorbeeld wijze dingen die mijn moeder vroeger zei. Mm. Uh, die ik ook pas twintig jaar later kon. Ah, ja, dat was toch wel mooi dat je dat zei. Maar ja, daar kon ik toen niet bij. En dus ja ze zeggen vaak wijsheid komt met de jaren, ja. <laughs> bij mij is dat ook zeker zo. <laughs> en uh, maar goed die bijna dood ervaring en even heel snel dat was een, een periode voorafgaand van echt strijd enerzijds dus echt willen. toen deed ik ook al werk met groepen. ik zat toen nog in. Uh, ik kom uit de gezondheidshoek en personal trainer was mm. ik toen heel veel jaar en ik had toen een programma voor atletslanke fit en we draaiden best wel grote groepen. Maar tegelijkertijd was dat missie en ook dat wil ik graag, maar er was ook nog een, een stuk ja, niet geheel bij mezelf wat uiten in nou, dan hadden we zo'n mooie dag neergezet voor zoveel mensen over gezondheid, over mm. en dan helemaal van God los gaan, en dan daarna de dag echt zoveel spijt en gewoon mm. dus die patronen. En dus toen wat, wat je dan bedoelt: is dat je dat event had en dan s'avonds van God los in ja. middel van drank, drugs, vrouwen, ja, helemaal tot heel, het gaatje. Ja, ja. ja. lekker duaal, wel hoor, heel dual. <laughs> ja, pff, en ja. echt tot in de put, Zo gevoeld, de, de, oh. ja, helemaal jezelf kwijt, spullen kwijt, dat je ergens wakker wordt om zeven uur s ochtends en dat je denkt: van, ah, Nou ja, mm. dat, dat herken je, dat ken je. Ja, ja jou, wat, wat ik eerder zei, jouw titel van het boek had mijn titel uh, ja. had kunnen zijn. <laughs> <laughs> maar dus, er was een, uh, nou ja, ik, ik werkte toen samen met een, een mooie broeder, alleen toen voelde dat even niet zo, we kregen ruzie. Um, en we hadden, omdat het gewoon niet goed ging, we hadden beide dat testatieve patroon. En beide, ja, we leken heel erg op elkaar. En toen hadden we bedacht, oké, okay, we moeten iets met ons bedrijf, want we willen dit door, door een doorbraak maken. Laten we ons inschrijven voor een, een fysieke, maar ook misschien wel spirituele reis. Laten we een dam tot damloop doen. Van uh, Amsterdam naar Zaandam. En ik had die een keer eerder gelopen en ik dacht, nou, ik ben wel ja, in voor een fysieke uitdaging. Maar toen we dat bedachten, dus in september heb je dan die loop en dat was denk ik iets van mei, juni. toen knalde onze relatie eigenlijk, onze werkrelatie, helemaal uit elkaar, vriendschapsrelatie. En, en bij mij, die maanden, kwam er een soort van boosheid. En wow, en ik zal jou wel eens even laten zien. Ik was boos op hem, ik voelde me verraden en ik voelde het ook mm -hmm. naar de wereld en ja, eigenlijk gewoon diep naar mezelf. Mm -hmm. Maar dat bouwde zich op die spanning. En, en, en als ik ook terugkijk naar die periode, ja, ik was met gezondheid bezig, maar op een gegeven moment kreeg ik druk op mijn borst. En, en langzaam maar zeker meer klachten. En nou, de dag van de damloop was ik ook half vijf wakker, heel vroeg, helemaal gespannen. Tijden op mijn arm schrijven, helemaal van oké okay, gefocust. Ik heb uh, er zo lang over te doen, met mijn voeding bezig. En ja, jeep, overspanning. Het was een warme dag. En, uh, nou ja, lang verhaal korter, ik kreeg tijdens die, die, die loop gewoon meerdere signalen van rustig aan, hmm. bij vijf kilometer, bij tien kilometer, misschien moet je wel stoppen zelfs. Wat waren die signalen? Ja, steeds meer warmer, mijn hartslag die steeds sneller ging. Uh, gewoon, dat ik echt voelde om mijn spieren, hmm. uh, ja, gewoon overmatig transpireren. En bij 12 kilometer weet ik nog, dat was echt zo'n moment ook. Toen zag ik iemand, en die, die volgde toen zo'n bootcamp training bij mij. En die zei later ook van, ik zag je, was light bleek. En uh, dit was niet best. En ik kan dat moment zo goed herinneren nog. En, en daarin besloot ik om toch door te gaan. En het was echt die wilskracht. Want ik zei altijd ook als personal trainer, van, ja, als je nog kan ademen moet je doorgaan. Weet je, En al die stemmetjes kreeg mm -hmm. ik terug. En ook praktisch, ik had uh, tegen mijn vriendin gezegd, nou ik ben zo laat, ben ik daardoor. En, en ik had geen telefoon bij me. Alles, al die mind kwam door me heen. En ik besloot om door te gaan. Tot echt letterlijk 200 meter voor de finish. Dus ik kon het zien. En dan kom je op zo'n groot plein. En, en dranghekken. En, en feest de mensen. Massa, echt massa's mensen. Ik had ook een heel groot trainer zo op mijn shirt. En, en ik voelde: ik kan niet meer. Ik kan niet meer mijn linkerbeen voor mijn rechterbeen zetten. Het was in één keer gewoon woem. En toen voelde ik: Dit is foute boel. En toen heb ik echt zo hard om, om hulp geroepen. Nog nooit zo hard, denk ik, in mijn leven. Want dat vond ik ook heel moeilijk om echt oh. uit te reiken. Maar voor mijn gevoel duurde het allemaal veel langer. En toen heb ik me over die dranghek gegooid. En uiteindelijk werd er plaatsgemaakt. En uh, kan ik vaag een gezicht herinneren van een vrouw die de hele tijd bij me was. En ik wist nog: als we Zolang we praten, dan ben ik er nog. Want ik wist echt: Dit is echt foute boel. Ik had me nog nooit zo gevoeld. Mijn hele lichaam was. Ja. Mijn hartslag ging echt gewoon zweten, niet normaal, spanningen, tintelingen. En ja, I was losing it. En ik lag op de grond en langzaam maar zeker wist ik ook niet meer mijn naam, wist ik ook niet meer mijn woonplaats, ik wist helemaal niks meer. En, en, en totdat ik op een gegeven moment echt gewoon voem, ook uit mijn lichaam terad. En ja... Daar het licht letterlijk heb gezien. Wat veel mensen ook kennen en herkennen. Gewoon, ik kwam in een tunnel van licht. Alsof, we, ik zeg vaak, alsof er drie stadionlampen echt hier voor me schenen. Zo helder licht. En er was ook tegelijkertijd een soort van... Ja, bevrijding. Hmm. Echt van, wauw. Dit zocht ik altijd. <laughs> Gewoon... Eindeloosheid, liefde, licht, gewoon. Oh, Thuiskomen. En de volgorde weet ik niet meer precies, maar ik heb toen ook mijn leven voorbij zien flitsen, echt met bepaalde beelden. En, en, en er was echt een beeld ook wat ik te zien kreeg, want ik zou die avond met mijn, uh, mijn moeder en mijn twee broertjes en mijn zusje gaan eten. Mijn vader, die was er niet, want die, mijn ouders zijn gescheiden toen een tijd. En, en ik zag hun aan die tafel zitten en ik zag dat ze aan het eten waren en ik zag dat ik er niet bij was. Hmm. En dat was voor mij een, een moment met, met die er hele ervaring. Ook van de, echt van het loskomen van mezelf en die goddelijke liefde voelen. Van hé, hey, je, je kan terug, maar niet meer zoals je hebt geleefd. En, en er was daar een hele belangrijke boodschap... die op de dag van vandaag mijn grootste reminder is steeds... maar ik nog steeds aan het leren ben. En dat is... Laat het beeld los van wie je denkt dat je bent. Hm. En ga omarmen wie je werkelijk bent. En ik ja, voelde van alles. <laughs> en, en op een gegeven moment werd ik wakker, lag ik... Inmiddels iets verplaatst. Uh, nog steeds bij die hardloopwedstrijd. waar de drie artsen. ik lag aan infuusen. En ik hoorde. doe je hoog open, doe je hoog open. Een grote. Uh, ja, vent uh, in het wit gekleed. En op een gegeven moment was ik bij. En toen zeiden hij, ja, hij is bij. Wap wow, die ambulance in. Echt de spannendste ride van mijn leven is achterin. Je gereanimeerd je uh, Nee, nee. gek genoeg heb ik dit nooit gevraagd. Maar volgens mij nee. Hmm. Volgens mij nee. heb ik ook nooit, volgens mij is dat verteld. Hmm. Maar ik was ver weg. En een uh, hele spannende rit. Was het nog steeds heel spannend. In die, in die ambulance wist ik nog niet zeker... ik ga het redden. Want echt pooh, zo van mijn lichaam, mijn mind. was allemaal in de war. en Intens, waar ben ik? Prikkels. En op een gegeven moment werd ik die... die ja, zo'n... Zo zaal binnengereden, stond al mijn zusters klaar, ik werd op een ijsbed gelegd en onder een ijsdeken en nog meer infusen en zout en glucose toegevoegd en zo en heel team om me heen. Tot op een gegeven moment dat ik voel dat mijn hartslag iets naar beneden ging en toen had ik weer zo'n contactmoment met een dame en die keek me aan en toen wist ik, oké, okay, ik ga dit redden. Ik ga dit redden en de rest was ook niet meer spannend. Iedereen vond het spannend maar ik niet meer. Dus oh ja, nu, nu ben ik hier en daarna kwam echt een soort van rust over me heen, omdat ik datgene wat ik gevoeld had in die bijna doodervaring weer kon voelen toen ik mm. aan het bijkomen was in mijn lichaam en aan het herstellen was en later ook in die herstelkamer. Ja, en dat was zo'n impactvolle gebeurtenis. En dat heeft mijn leven echt compleet mm. veranderd. Uh, toen ik hersteld was, wist ik en ik had ook een belofte afgelegd aan mezelf van, oké. Okay, hoe, de, hoe dat er ook uitziet. Ik ga dit vinden, maar ik ga vanuit mijn hart leven. <laughs> en uh, toen ben ik de natuur ingegaan. Echt een paar dagen zitten, schrijven. En nou ja, een belangrijke lijst gemaakt van wat klopt er echt niet meer in mijn leven. Ja. En, en wat wel. Die lijst met wat klopt niet was heel lang. <laughs> en wat wel was heel kort. En eigenlijk één ding, en daar is voor de rest alles op aan het... Ja... Opgebouwd is één beeld en dat is een, een groep mensen in de natuur met een vuur in het midden, in verbinding. En, en vooral het gevoel dat ik voelde: wij zijn hier samen en alles kan er zijn. Ja, en dat was voor mij het teken van: oké, okay, dit heb je te doen. En toen een half jaar later kwam de eerste transformatie weekend, wat ik organiseerde. En uh, vanuit daar is eigenlijk alles uh, ontstaan. En, en dat is nog steeds voor mij de essentie waar uh, yeah, wow. het over gaat. Yeah. Wow. Mooi verhaal. <laughs> wat een verhaal ook om te ja, vertellen. Dankjewel. <laughs> heel, heel nieuwsgierig. Ook heb je angst gevoeld in die momenten? Dat je voelde dat je weg ging vallen? Want daarna zeg je, er is liefde en is licht. En dat mm -hmm. klinkt echt fantastisch ook. Mm -hmm. Maar je had nog wel dat bewustzijn dus. Je ja, ik heb wel. zeker angsten gevoeld. Vanaf het moment dat, dat ik niet meer kon verplaatsen, dat ik me over de drang heen gooide, toen kwam er angst. Maar het was niet een totale overname van angst. Er was meer bewustzijn ook. Er was bewustzijn, want ik was ook heel bewust van dat ik wil communiceren, ik wil praten, ik wil verbinden. Maar er was ook angst, want ja. Maar ik weet ook dat daar de angst voor de dood ook bij mij is weggegaan. Ja, ja dat kan ik me voorstellen als je daar <laughs> niet in, in dat eeuwige ja. Ja, was licht komt. Ja, we zijn echt een heel waanzinnig paradijs. Gewoon. Ja. Ja. Maar daar had je dus ook nog wel dat bewustzijn, als ik je dat zo ja. wil vertellen. Ja. ja, ik was een en al bewustzijn. Had je nog beseft dat je een lichaam had? Was dat er nog? Nou, er zijn momenten dus geweest dat ik lichaamloos. Ja, want Corrie zich over uittreden. Ja, dat ik me echt lichaamloos voelde, lichaamloos was. Echt eindeloos bewustzijn. Gewoon. En dat kwam later weer terug. Maar ik, ben, ik heb me wel echt een tijd. Ja, het is moeilijk om er een naam aan te mm -hmm. geven. Maar zo één gevoeld met alles, maar niet meer geïdentificeerd met, met het lichaam. En nou ja, ik heb één tatoeage, het zijn twee cirkels. Ja. En die heb ik niet veel later laten zetten. En dat is eigenlijk dat. Die kleine cirkel, dat is ja, waar ik altijd mee geïdentificeerd was. Uh, het oh. ego, het zelfbeeld en vooral het beeld van ik ben niet goed genoeg. En al die, al die struggle, dat was dat kleine beeld. En ineens was er een groot. Grote cirkel, dat oneindige potentieel, dat voorbij en vooraf, wie ik dacht dat ik was, is. En uh, ja, vanaf toen en nog steeds elke dag is dat een reis om te leren: ja, uh, ja hoe doe je dat hier op aarde? <laughs> met dat bewustzijn en uh, ook met een, met een ik. Super intens wel, maar ook wel echt onwijs mooie ervaring. Ja. Als je dat zo het levensveranderend ook echt wel. Uh... <laughs> ja. Als je daar dan over die reling heen moet en je ligt daar en je komt ook echt in verbinding met, met God, ja, dat is echt wel. Uh, ja, om er te komen was een hele reis, maar die ervaring gun ik iedereen. Ja, ja. 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 ja maar daar hoeven we niet uh, voor uh, heel erg over onze grenzen heen te gaan, toch? Nee, nou ja, dat is en dat is denk ik een, voor iedereen uh, ah, ja, uniek, want dat is de vraag van. Wat heb je daarvoor nodig, inderdaad, om daar te komen? Ja. Maar je had het over spanningen ook, zeg maar, en dat je lichaam echt wel veel stress had. Dus ja. ik kan me ook wel voorstellen dat dit gewoon al een tijdje gewoon echt wel speelde en dat het niet alleen die, um, was de hardloopwedstrijd? Een hardloopwedstrijd, ja. Een ja. hardloopwedstrijd was. Ja, ja, nou ja het mijn hele leven was een hardloopwedstrijd, zeg maar. Gewoon was een wedstrijd. Uh, ik tegen, uh, ja. Denk ik. Ja. <laughs> ik denk dat het vaak zo is, maar vooral ja dat gevecht van. Uh... En dan 200 meter voor de finish, als je dat zo'n soort van symbool zou kunnen mm. zetten tegenover het feit van ja, weet je, als je nog even verder was gegaan, was het misschien wel echt gewoon klaar geweest ook wel. Ja. Ja, en dat was ook nog, want wow. uh, ik was in die herstelkamer uiteindelijk. Dat was een paar uur later en toen kwam er iemand binnen en die vertelde mij dus dat echt next door was een, een jonge arts kerngezond overleden aan dezelfde complicatie als, als dat ik het dan had zou dus het zou heatstroke worden genoemd ja. gewoon een die had ook die wedstrijd gedaan ja was ook binnengebracht ja en dat kwam ook nog een keer binnen ja. ik dacht van holy moly wow. Ja, echt wat je nu hebt gezien, ervaren, geleerd. Je kan niet anders. Ga je voor staan. Ga, hmm. ga dit pad in. En wat ook nog gebeurde. Uh, ik denk twee weken later kreeg ik een medaille opgestuurd. Met nog een goede tijd ook. Ja, dat, was, dat was weer een heel nou ja, een grap van het universum. Ik weet het niet. Maar ze hadden me dus gewoon letterlijk op die brancard... ergens naast over die finishlijn gedragen, Waardoor ik nog gefinished was ook en ik een medaille kreeg. <laughs> ja, stond me Voor, me, oh, zo voor leuk. mijn hardloopwedstrijd. Ja. We gingen er weer heen toen je die medaille ontving. Ja, zoveel. Gewoon echt van. Pfft. Leuke doodje van het universum. Ja, Gefeliciteerd. Je hebt de ja, ja, dankjewel. <laughs> ja, <laughs> je wel. Toewijding wordt beloond. Ja, ik weet niet, je kan er zo verhalen van maken, maar het was meer gewoon het moment van: ja. wauw, ook nog een medaille ook. Ik maakte die post open, weet ik nog, en denk, wat zit hier nou in? En dan krijg je zo'n medaille in je tijd. En, ja. ja, bizar. Ja, en dan ontstaat er dus eigenlijk een andere jij, nieuw jij, misschien wel de echte jij, de authentieke jij. Ja. En wat gebeurt er dan in het leven? Want dan heb je die ervaring en je kan eigenlijk niet meer terug naar hoe het ging. Wat ben je, wat ben je toen gaan doen? Ja, wat ik zei. Um, dieper verbinden met dat gevoel. Um, dus de natuur in. En daar echt, dat was voor mij het begin: een heldere lijst uh -huh. maken. Echt voor mezelf helderheid creëren. Wat klopt het niet en waar krijg ik wel energie van? En toen ook echt met toewijding, want ik had dat wel eens eerder gedaan. Lijstjes gemaakt en doelen gesteld en ik wil hiermee stoppen en ik wil hiermee door. Maar ja, ergens ontbrak de toewijding, maar ik denk ook dus dat diepere gevoel van... Ja, dat, waarom ik het doe en, en dat diepere weten. En dat was er nu wel. Ja, ik had een belofte gemaakt. Dus ik ben echt één voor één dat lijstje echt heel serieus gaan nemen. En dat was afscheid nemen van... Uh, Eigenlijk bijna alles. Stap voor stap. Mijn bepaalde vrienden. Wat moeilijk was. Uh, mijn relatie waar ik toen woonde. Ja, mijn woonplek. Mijn relatie. Dat waren wel grote dingen. Dat vond ik moeilijk. Ja. Om met, met mensen. Hoe ben je daarbij omgegaan? Want ik denk dat dat ook zeker iets is wat veel mensen herkennen. Want ik ga het spirituele pad op. En, ja. en ineens merk ik dat mijn oude omgeving niet meer past. Hoe, hoe stap je daar dan uit? Ja. ja. Heel veel mensen lastig ook. Ja. Ik vond het ook lastig. Laat, de, de, heel eerlijk en, en nu, met het bewustzijn, nu en toch zou ik dat anders hebben gedaan. Ik heb ook bij sommigen uh, gewoon niks meer van me laten horen, bijvoorbeeld. Mm. Om, omdat ik echt even. Uh, ja, nu, uh, nu zou ik dat anders doen. Maar toen, ja, er gebeurde zoveel, mijn leven stond op zijn kop en uh, het was, was echt veel. Dus ik kon toen niet beter dan dan dat doen. Um, dus sommige dingen dood laten bloeden. Op een gegeven moment is soms wel duidelijk geweest van nee, ik, uh, ik loop nu een ander pad of echt nee, ik uh, dank je wel voor deze uitnodiging voor dit feestje bijvoorbeeld, maar ik kom mm -hmm. niet meer. Dit is echt niet goed voor mij en ik kies het wat anders. Uh, want ik zat toen nog heel erg in dat feesten ook en drank en drugs. En um, ja ook in de relatie op een gegeven moment ook echt wel dat die moeilijke gesprekken aangaan en uh, ja dan de pijn incasseren en voelen wat dat met je doet. Maar elke keer was er ook zeker naast die bewuste ervaringen echt een release en een bevrijding, omdat ik voelde ah oh, dit is echt een diepe yes naar mezelf, mm. echt naar mezelf. En ik herinner me dat ook dat ik soms echt gewoon met mijn handen omhoog zo naar buiten heb gelopen. Waar in een ouder beeld van mezelf, de, hè, of misschien een in, in oog van de ander, dat je denkt: wel, je laat alles achter je verliest of wel en ik voelde alleen maar nee, hm. <tieft> Ga jij I'm free. Weet je wel? Ik, ja. ik, voel, ik voel mezelf. Hm. Ja. Wow. En nu, wat waar focus je op dit moment dan, bijvoorbeeld op? Want dit is al bijna tien jaar geleden. Dan ja. Ja, tien jaar geleden. Jaar, tien jaar geleden dat ja, want dat, uh, ik weet ook gewoon... dat je veel tand gaat doen. Dus ik ben ook benieuwd ja. hoe je daar dan zo uh, ingerold bent. als je het hebt over op zoek zijn uh, naar verbinding. Ja. Maar je gaf ook aan na een half, na een half jaar nadat, um, nee, na die bijna doodervaring, dat je een event bent gaan organiseren. Ja, klopt. Wil je dat ik daar begin? Laten we daar beginnen. Ja. Tantra komt iets later, denk ik. Ja, het ja. komt, komt ook echt later, want ik was daar nog niet klaar voor. Ga ik er weer even voor zitten. <laughs> ja, ik ga kijken, de korte versie. Ja. Nou ja, inmiddels help ik ook heel veel mensen daarmee. Want, want hoe ga je doen wat er in je leeft? Of, uh, zonder dat je bepaalde zekerheid nog hebt. En dan vertel ik eigenlijk altijd dit verhaal omdat voor mij begon het met eigenlijk een beeld en een gevoel. Heel veel mensen, als je de ouder niet meer past, bijvoorbeeld een baan, en dan mm -hmm. je voelt, ik wil iets anders misschien wel voor mezelf. Heel veel willen dan alles tot in detail bijna helder hebben. Van, oh, dit is het, dit is mijn gift, en zo werkt het, en dit is de naam. En, en dat is mooi, maar heel vaak, ja bij mij, en ik denk bij heel veel mensen. Het, dat hoeft helemaal niet. Uh, als je een zaadje hebt, een, een duidelijk zaadje, een gevoel, en voor mij in dat geval een beeld. Ik wilde gewoon mensen. Dat is de diepe die mensen bij elkaar brengen om te kunnen zijn wie ze echt zijn, om de ruimte te bieden, om alles wat over mocht gaan, wat ik dus heb ja, wat ik mocht ervaren en mogen leren, om, om die ruimte er te bieden. Van, hey, het is hier veilig, je hoeft je maskers niet op te houden alles waar je tegen vecht, want ja, daar ben ik allemaal doorheen gegaan. Dus. maar goed, uh, dat is nog, was voor mij nog geen transformatieweekend. Dus ik had dat beeld en nou ja, niet veel later toen, toen was ik uh, aan het fietsen op de Veluwe. En dat is uh, een beetje, want ik ben geboren in Amsterdam, maar de Veluwe heb ik ook een diepe relatie mee, omdat mijn ouders uh, daar voordat ik werd geboren al op een camping nee. stonden nog steeds mijn moeder op diezelfde, en dus ik kwam daar elke weekend en de zomers in dat bos, en dus daar ook een diepe connectie wel mee, maar die werd verdiept na die bijna En Ook de natuur ging mm -hmm. ik weer meer mee verbinden. En ik weet nog dat ik dus toen ik dat besluit had genomen, ja, ik, ik wil iets uh, hiermee doen, groepen mensen helpen. Toen zat ik op het terrasje en voor het eerst dat jaar, dus ik kwam daar al jaren, boerderij De Morsel, stond daar een groot bord voor de deur, te huur, groepsaccommodatie. En ik dacht echt, wauw, dit is, dit is uh, geen toeval. Dus ik ben toen naar binnen gelopen en ik, ze, of, nee, ik heb iemand aangesproken. Ja, mag ik kijken? Ja, dat mag. En toen, uh, toen zei ze: Ja, wat wil je gaan doen? Ik zeg: Ja, ik wil uh, dat woord kwam op. Ik zeg, ja, ik wil een transformatie, organi transformatie weekend organiseren. En zij zei, ja, wat is dat? Ik zeg, ja, geen idee. <laughs> <laughs> wat ik wel weet, is ik wil mensen hier vlakbij bij zandvlakte bij elkaar brengen. En ja, drie, vier dagen, omdat ik voel we hebben ruimte nodig en zakken en zo. Zeg, ja, dat is mooi. Ik zeg, ja, ik wil duren. Nou, en zo is dat begonnen. En dat was een hele reis daar naartoe En langzaam maar zeker ontvouwde er een weekend. Ja, ja. Vier dagen eigenlijk. Dat was nog prachtig. Die eerste keer met een bonusnacht. We uh, hebben buiten geslapen. En, um, ja, zo is dat begonnen. En vanuit daar, ja, het een kwam het ander eigenlijk. Wat mooi. En hoe combineer je dat dan met je eigen proces? Want... Je zou kunnen zeggen: je, bent, je hebt net die ervaring gehad en dan gaat het pas voor jezelf beginnen. Maar ik hoor jou ook zeggen: van ik ga gelijk een event organiseren. En ja. daar wordt in het spirituele landschap soms wel wat over gezegd: van, moet je niet eerst je eigen proces dan doen voordat je zo'n event gaat organiseren? Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe, ja, hoe is dat dan voor jou gegaan? Ja, mooi dat je dit uh, aankaart. Um, kijk. Ik geloof voor mezelf, mensen vragen ook vaak, en ik heb zeker ook opleidingen gevolgd her en der. Maar mijn antwoord is eigenlijk altijd: als iemand vraagt, wat is je opleiding, zeg ik het leven? <laughs> en dan met name al die, die moeilijke stukken die je uiteindelijk mm. hebt overwonnen, of hè, doorleefd en geleerd en hebt getransformeerd in jezelf. Ja, dat is de opleiding. En, en, mm. en dat is voor mij: ben je klaar voor ja of nee? En tegelijkertijd... Sorry hoor, maar zit het hem daar denk ik meer in? Van ben je er klaar voor, ja of nee? Ja. Tot dat daarin echt eerlijk tegen jezelf zijn? Ja, ik denk het wel. En dat mag vanuit wat ik geloof ook nog best wel een beetje shaky zijn. Hmm. Want ja, het kan spannend zijn, want je hebt dat, dat nog nooit gedaan. Weet je wel? Dus dat is nieuw. En dat was voor hmm. mij ook uh, echt wel spannend. Maar er was gewoon een dieper weten, een diep gevoel, een diepe why ook van... Ik wil hier iets brengen en, en mm. dat is de kern. En ja, de vorm die komt wel mm. en, da en dat gebeurde ook. En ik zeg ook vaak, en dat is een beetje parallel. Van ik geloof ook in learning by doing en ook in the best way to learn is to teach. Ja, dus een soort van basis ready zijn. Maar juist ook om datgene waar je zelf doorheen bent gegaan, kennis van hebt, of in de energie belichaamd, om dat ook over te weten te brengen. Dat, dat, ja. Daardoor komt die dieper integratie bij jezelf. En dat, dat is het mooie, dat maakt je weer ready voor het volgende. Dus ja. ik geloof altijd, ja, je bent... Ja, <laughs> maak een grapje voor de podcast. Dus zij zei, ben je klaar voor zijn. Ja, born ready. <laughs> ja, klaar voor wat er nu is. Hm. En als je dat aangaat met een open hart wat ik denk ik belangrijk is en wat me ook heel erg heeft geholpen. Want het leven geeft je ook uitdagingen. En kun je ja. daar dan ook... Uh, kun je dat inbrengen? En dat ja. betekent, want ik heb ook wel eens voor een groep gestaan... dat het leven me echt uitdaging gaf tussendoor. En dan moest ik een, mocht ik een vijfdaagse opleiding geven. En ik was net door allemaal processen en privé en persoonlijk. En dan openen. En dan uh, heb ik huilend voor de groep gestaan. Ik zei van, jongens... Ik ga hier echt even doorheen en ik moet dit delen... en ik wil dit in het licht zetten. Ik ben er. Oké, okay, nu even niet, misschien maar straks wel. Mm -hmm. En zo om daar dan heel eerlijk over te zijn. Ja, dat is zo krachtig. Ja, het opent zoveel. En ja, dat opent gelijk bij de groep ook... want je laat gewoon zien van dit, dit mag er zijn. Ja. En ik ben hier als teacher... maar ik heb ook mijn rol als uh, mijn thuis Joja... Die, uh, die nog in het dagelijks leven ook gewoon fungeert... en zijn persoonlijke processen heeft. En wat ik jou ook hoor zeggen van... Ja, ik, het was echt gewoon calling om dit gewoon te doen. En ja, ik herken dat. Ik volg dat ook. En daar vindt soms de buitenwereld vindt daar iets van. Als je dat gaat volgen. Maar als je dat zo sterk voelt van binnen. van dit is gewoon wat ik te doen heb. Ja, is het dan eerlijk als je gaat zeggen. van ja, ik ga het niet doen? Volgens hmm. mij hebben we daar gewoon naar te luisteren. Want hoe is dat bij jou gegaan? Is dat. Is dat... Hoe lang heeft dat proces geduurd van ik voel ja, dit wil ik gaan doen. Totdat je het echt ging doen. Gelijk. Gelijk. Um, maar ik woonde op Terranova. Dus ik had wel oh ja. Robert die me aan het uh, soort van tegenhouden was. Nog van je, ja, dit doe het nog maar niet. Je bent er nog niet klaar voor. Oh wow. Dus om echt mijn proces. Uh, om mezelf echt op te schonen van binnen. Uh, het heeft me wel heel veel gebracht. Ik weet niet of dat mijn manier is hoe ik dat zou doen. Hmm. Uh, maar het heeft me wel echt geleerd. Om, uh, om in ieder geval. mezelf heel goed op te schonen eerst. Maar ik ben wel gelijk opleidingen gaan doen. Dus binnen een half jaar ben ik de opleiding van Bridgman gaan doen. En dan ben ik andere opleidingen gaan doen. Ik volg nog steeds opleidingen. Maar ik had wel gelijk die purpose van ik heb dit te doen. En ik ga dit ook doorgeven. Ja. En uh, ja, daarin word ik ook steeds uitgenodigd om verder daarin te duiken. Dus eerst waren het losse sessies. Toen werden het trajecten. En nu wil ik een opleiding gaan doen. Nou, deze podcast. En ik volg dat gewoon. Want ik, kom, ik werk echt op uitnodigingen of vaak. Dus als mensen aan mij vragen, Brian, wil je me opleiden? en dat komt twee of drie keer naar me toe... ja, weet je, dan luister ik daarnaar. Ja. Als ik een ingeving heb om iemand uit te nodigen voor de podcast... dan luister ik daarnaar. En dat is wel echt mijn werkwijze daarin. En uh, ik voel ook gewoon dat ik dat gewoon te doen heb. En bij mij is het ook echt het testen... van is dit zuiver of niet zuiver... door gewoon te verbinden met mijn hart. Ben ik mm. er ook klaar voor, ja of nee? En mijn hart weet altijd wel het antwoord. Mm. Ja, en met mijn hoofd vanuit het ego kan ik zeggen... ja, ik kan het nog niet. Ik ben er nog niet klaar voor. Uh, misschien moet ik nog tien jaar wachten, weet je wel, voordat ja. ik veertig ben. En dan mag ik misschien een keer een opleiding doen. Maar ja, sorry, maar ik vind dat echt bullshit. Mm. Als je dit te doen hebt en zit, die passie beweegt en die komt vanuit het hart. Ja, dan, is dat, dan heb je dat gewoon te volgen. Dus dat is wel echt uh, hoe ik ernaar kijk. Ik zou ook niet tegen iemand zeggen van... Um, je moet niet nu al uh, jouw kennis over gaan brengen. Weet je? Misschien moet je nog een aantal jaar wachten. Ik zou wel zeggen, van zorg wel dat je, je innerlijk werk blijft doen. Mm, ja, Want die absoluut. is superbelangrijk. Je gaat niet ineens de teacher spelen... en denk niet dat je geen leer leerling meer bent. Het is altijd die wisselwerking. En ja, soms... Uh, ik heb ook een aantal mensen gehad die willen dan een opleiding doen... maar nog helemaal niks aan innerlijk werk hebben gedaan. Dan heb ik wel zoiets iets van, weet je, mm. prima... maar ga eerst gewoon even ervaren wat dat met je doet. Want ik geloof wel dat je iets pas kan doorgeven als je het zelf ook hebt ervaren hoe het weet hoe, hoe dat voor je is. Absoluut. Ja. ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want je zegt absoluut. Ja, dat vooral wat je zegt dat die ervaringsdeskundige ja. dat dat zo belangrijk is in plaats van dat het een soort van concept ja. is wat door wordt gegeven. Eigenlijk dat oh ja, ik begrijp het. Misschien heb ik een klein beetje van geproefd en op dat ga ik doorgeven. Ja. Ja. en, en tegelijkertijd je trekt ook weer een soort van de mensen aan die op dat ik moment precies. bij jou horen en die ja. daar ook zijn. Ja. Ja. ja, ik denk echt dat de belangrijkste. Ik denk. <laughs> <laughs> <is klaar>. ja. <laughs> ik weet dat de belangrijkste intentie daarin is, echt om te bewegen of gewoon vanuit het hart. Hmm. En als je vanuit die liefde beweegt, ja, wat, wat dan kan er in mijn beleving niet heel veel verkeerd gaan. Misschien dat je les op je pad krijgt, tuurlijk. Maar ja, of je moet vanuit angst gaan bewegen, ja, dan weet je zeker dat je niet een goede raadgever hebt, maar. Maar is die raadgever, echt, uh, echt liefde, ja. Ja, mooi. Ja, waar ik aan moet denken ook van uh, in dat klaar voor zijn en het volgen van je hart. Daarin heb ik wel meegemaakt. Ik weet niet of jij dat al hebt meegemaakt of. Uh, want soms. Nou, ik heb meegemaakt in die afgelopen tien jaar dat ik dit werk doe... dat ik ook uh, steeds meer in die kracht ging staan. In, in de rol van leraar, zeg maar. Maar dat het leven me dan ook wel weer even af en toe heel nederig heeft gemaakt... om te laten zien van... oh, wacht, maar er is nog veel meer te leren. Mm -hmm. Echt humble. Dat ik voelde... oh ja, wacht even, ik was echt een vernieuwd ego aan het opbouwen hier. Een soort van... Pff, dit is het. Ja. Wat heel ja, het, kom het komt uit liefde en heel veel power, en dan ja, en om dan echt weer. Uh, oh ja, wacht even, ik ben ook echt een student, ik heb nog ook heel veel te leren. Ja, maar zou het dan zo kunnen zijn dat het naarmate die reis dat dat dan weer een soort van die shift krijgt? Dus je start iets vanuit liefde, en dat dan toch ergens het ego het misschien ja. weer een beetje wil overnemen. Ja, 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 ik herken dat wel. Ik heb dat vorig jaar dus gehad met mijn boek. Hmm, dat ik dat hmm. boek ja. heb geschreven echt vanuit liefde en mensen te inspireren. Maar op een gegeven moment was ik alleen maar bezig met prestatie. Exact. En toen werd ik ook echt wel stop, uh, stilgezet weer van: joh, is dit wel echt de bedoeling nog? En toen kwam hemel op aarde. Hmm. Dus ja, dus, dus, wauw, ja, uh, ontstaat weer iets. Ja, ja, en nu heb ik ook zoiets: wat je, ik heb dit nu te doen. Maar het kan ook maar zomaar zijn dat uh, God over een jaar zegt: Brian, hey, misschien is het tijd voor iets anders. Ja, en dan. <laughs> ja. <laughs> ja, herkenbaar. Ja, Aan het proces. Uh, dat ja. Denk ik echt, ja. Ja, mooi. Hmm. Zullen we eens even naar Tantra gaan bewegen? Ik hmm. <laughs> kan zelf dus die niet uh, Ja, waar mogen, we, waar mogen we naartoe? Maar ik, ik weet dat jij op een gegeven moment richting Tantra bent gaan bewegen. En Ik ben dat zelf ook een kleine anderhalf jaar geleden gaan doen. Plus omdat ik ook gewoon op zoek was naar die verbinding en tegelijk het super eng vond. Zou je wat kunnen vertellen over die, uh, over die reis? Waar je in Tantra terecht bent gekomen. Maar misschien ook wel even goed om te beginnen met: wat is Tantra voor jou? Hoi. Ja, dat is een mooie vraag. Wat is Tantra voor mij? En ik denk dat dat nu dan ook weer. Het is. In beweging, ook de waarheid. Mijn waarheid is in beweging. Maar in essentie gaat het wel over. Uh, het, voor mij, ja, het gaat voor mij over verbinding. De echte mm. diepste essentie. <laughs> over verbinding. Het woord tantra, uh, dus de, de bevrijding en expansie daarin. Mm. Ja, de tantra. Dus dat is ja, zo'n eigenlijk nog meer naar binnen gaan, en, en daarin met heel veel liefde naar jezelf uh, kijken: van wat is eigenlijk ja, geen echte liefde, waarin ben ik. Uh, Ja, niet vrij en niet verbonden met, met de bron van liefde. Het is heel moeilijk nu merken, omdat <laughs> ik probeer een gevoel te beschrijven. <laughs> uh, laat ik het anders zeggen. Voor mij tantra, wat ik ook doorgeef, gaat dus heel erg ook over het hele andere pad. En daarin geloof ik bij mij gaat het veel over tantric healing. Zeg ik vaak. Als mm. mensen zeggen wat doe je voor tantra, zeg ik tantric healing. En dan zeg ik vaak ja jezelf helen door intimiteit, met, met intimiteit. Dus jezelf Dieper leren kennen. Dus helen. Dat is de ene de tijd bevrijden en loslaten. En anderzijds juist dieper verbinden met het goddelijke. Uh, in aanwezigheid van... Uh, in dit geval echt van... Andere individuen. Mannen en vrouwen. Die jou uh, ja, daarbij helpen. Spiegelen. Uh, ja. Hmm. Het is dus dus in, in het ervaren dan ook. Want je zegt, ik vind het moeilijk. Wat nee, je zegt niet per se, ik vind het moeilijk. Maar je probeert een gevoel... In woorden over te brengen, maar zit Tantra dan veel meer in het ervaren ook? Ja, 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 want zijn natuurlijk ook wel een aantal misvattingen over Tantra en ik was schuldig, want ik had ze ook allemaal, alleen mm. maar hippies, mensen die met seks bezig zijn. Uh, en het is ook wel een tak natuurlijk die je kan tegenkomen in Tantra. Maar ik vind het heel mooi dat jij zegt: voor mij gaat het over verbinding, want voor mij gaat het ook over verbinding, de eerste met mezelf en daarna. Met de wereld ook om me heen. En tegelijkertijd ook met het goddelijke, met het mannelijke en het vrouwelijke in ons. Het is echt, echt allesomvattend. En ik realiseer me ook steeds meer dat tantra en transformatiewerk. Ja, dat, dat gaat eigenlijk hand in hand. Ja, ja. ja precies dat. Ik kan helemaal uh, Amen zeggen op wat je, wat je net zei. Verbinding, zelf, goddelijke, anderen en alles. En ook. Uh, ik denk dat het voor mij dus ook een hele logische volgende stap was. Want ja, het, het is hand in hand met het transformatieve werk. En, en dit is een verdiepende laag. Ook omdat Tantra, uh, het heeft enerzijds heel mooi het bewustzijn uh, gehad. Het is dus echt het spirituele. Mm -hmm. Maar anderzijds, juist ook dat naar het lichaam brengen, in het lichaam brengen. Mm. Dus ook het seksuele, hè, je verbinding met, met je seksuele essentie, je seksuele levensenergie. En uh, <coughs> ja, dat is vaak wel een reis. Um, ook een reis door de chakra's. Um, daar werk ik ook wel veel mee. Waar je dus aan de ene kant vaak in het pad van bewustzijn, ja, meer met de bovenste chakra's verbindt. Um, met bewustzijn, spirituele, en, en daarna ook met, met de. Ja, dieper in het lichaam gaat. En, uh, ja, daar is gewoon heel veel opgeslagen en is ook heel veel misgegaan. Dus er is heel veel trauma uh, in die onderste chakras, in dat bekkengebied. En dat was bij mij toen de tijd ook, toen ik tantra ging ontdekken. Ja. Want heel erg op zoek naar verbinding inderdaad, maar wel van hoe ik dat toen geleerd had. Wat bedoel je met hoe ik dat toen geleerd had? Nou, um, eerst was het ja, hoofd tot hoofd uh, verbinding, dus het was in het begin. En later ook in het lichaam, dus gewoon ook seksueel contact of aanraking. Maar ja, niet met die verdieping met mezelf erbij. Het was uh, toch heel oppervlakkig als ik nu terugkijk wat meer gespannen uh, heel aangeleerd ook in in seksualiteit van oké okay, zo doen we het uh, gewoon letterlijk ook de standjes en daar wil ik heen uh, naar een uh, orgasme toe en, uh, en en dan dat steeds herhalen en totdat ik ontdekte van wauw er is er is veel meer te ontdekken daarin vertel <laughs> ja halleluja um, ik ontdekte een heleboel over mezelf. Waarom ik ook op de manier bijvoorbeeld de, de liefde ben. En dat vind ik wel zo mooi. Want ja, het seks is, een, is in principe een klein onderdeel daarvan. Alleen tegelijkertijd omdat het zo kwetsbaar is. Het brengt je. Mm. Vooral omdat je het combineert met je fysieke. Uh, fysiek de naakte waarheid. Legt het letterlijk bloot. Uh, alles waar je eigenlijk uit verbinding gaat. Dus, ja, maar even snel of uh, verdoven. Dat, dat deed ik daarvoor al, meestal als ik dan uh, seks ging hebben. Dan liefst eerst met alcohol of drugs, om maar bepaalde dingen niet te voelen. Nou, en op een gegeven moment ging dat eraf. En dan ga je opnieuw verbinding leren maken. En dan kom je ineens allemaal dingen tegen van. Oh, ik ontdekte bijvoorbeeld een heleboel, maar bijvoorbeeld dat ik eigenlijk veel meer tijd nodig had om echt te kunnen ontspannen. Dat mm. ik zo die energie wow, opgewonden en, en daar iets mee wilde doen. En. Nou, dat leerde ik bijvoorbeeld, maar ik leerde ook eigenlijk omdat er meer bewustzijn was. Ook door die, die verdovingspindelen niet te gebruiken en echt aanwezig te zijn met elkaar. Ga maar eens tegenover elkaar zitten, met of, of zonder kleren aan. En dan voelen, wat doet dit met mij? Dan merkte ik, oh, voor, dit geeft me een heel ongemakkelijk gevoel. Of er kwam onzekerheid, of schaamte ook. Of, oh, dit wil ik niet laten zien. Of eh, met het volhouden en het presteren, al die, al die programmaatjes werden echt naar het licht gebracht. En daar koos ik voor, omdat ik voelde van, er, er, volgens mij is er meer dan de, deze verbinding die ik nu ken. Uh, het vervult me niet meer. Mm. En uh, ik, ik voel dat ik benieuwd ben, nou, wat is er nog meer? Mm. En dat was wel mijn jaar naar, uh, naar tantra. En ik weet nog heel goed, want ik ging toen naar Bali toe, dat was in 2018. Ik zat toen in een relatie die de nodige uitdagingen had en ik vond dat zelf ook best wel ingewikkeld de, de dynamieken en ik merkte bijvoorbeeld uh, ja hoe ga je om in de relatie als een ander een oog voor een ander heeft op het hoeft nog niet eens iets te betekenen maar een jaloezie en maar ook bij mezelf in oké okay, ik voel een mooie verbinding nu met een uh, met een vrouw dat hoeft niet eens wat te betekenen maar dat merkte ik op een gegeven moment in hoeverre kan ik dit echt toelaten en ik merkte bij mezelf heel veel kapt ik af of creëerde ik spanning in mezelf? Bij een interactie met iemand die voorbij liep, mm. of die je tegenkomt in een restaurantje. En je hebt een gesprekje mee en je voelt: oeh, energie. Dit mag niet, want ik heb een relatie. Of. Mm. Uh, nou, ja, al die, die, die. En ik voelde van: ah, ik, ik wil hier iets mee, want ik voel me niet vrij. Ik merk ook: ik merk jaloezie, ik merk spanning, ik merk van alles. Ik merk die dynamiek tussen ons dat ik iets wil halen of soms. Uh, mm. En ik wil, ik wil hier. Van zijn en ik wil dit verdiepen. En dit voelt niet goed. En zo ben ik toen uh, naar Bali gegaan en toen zei ik van: Oké, okay, wat er op mijn pad komt en ik ja, ik wil tantra doen, want ik wil weten wat het is. En toen had ik een, een heel duidelijk kompas. Weet ik nog, toen heb ik zo helder gezegd tegen mezelf: Oké, okay, als het in het hier en nu klopt en ik krijg er energie van, dan is het een go. En als het in het hier en ni nu niet klopt en ik krijg geen energie van, dan is het let go. En ik besloot Voordat ik de vliegtuig instapte, met alles wat ik ga doen en wat ik tegenkom, of het nou is van ga ik uh, dit, dit, uh, dit gerecht eten ja of nee, of ga ik met deze persoon verbinden ja of nee, of ga ik een tantra training doen die op mijn pad komt ja of nee, ik ga voelen. En of het is een go of het is een let go. Hm. En daar was ik zo trouw aan. En dat, dat bouwde zich op, want ik was daar een maand toen en ja. Toen kwam ik uh, echt in de Tantra community in, uh, in, in Ubud, de Ubudians noemden ze zich. Een hele, uh, nou ja. Dus ik volgde workshop na training en gewoon een maand lang helemaal uh, al in. Mm. Met dat kompas en dat heeft mijn hele wereld toen op zijn kop gezet opnieuw. Als het gaat om uh, de verbinding met mezelf en ander en mm. uh, ja, het goddelijke. Wat is seksuele energie dan eigenlijk? Is lekker. <laughs> Goed antwoord. Volgende vraag. Ja, top. is Heerlijk. Ja. ja, mag meer. Omdat sommige mensen wellicht het idee dat dat dan per se met seks te maken heeft. Mm. En inderdaad, oké, okay, ik voel een tinteling. Uh, ik moet er iets mee doen. Ik moet porno kijken. Ik moet me aftrekken. Ik moet seks hebben. Of wat dan ook. Mezelf ja. bevredigen. Maar eigenlijk is het gewoon energie, toch? Die gewoon ja. wil stromen en. Het is voor mij inderdaad gewoon je levensenergie. Um, en ik hou ook zelf van de woorden te gebruiken. Ik, ik heb een training gemaakt op sekspower. Ik noem dat ook vaak. Sexpower, lichaam, sekspower en seksuele energie. Om ja, ook dat echt te eren. En ook om naar die. Het heeft voor mij wat naar die roots te brengen, naar die verdieping te brengen. Want daar komen we vandaan. We zijn letterlijk ontstaan vanuit seks. Hè? Vanuit... Die, die samensmelting vanuit die interactie het mannelijke en het vrouwelijke en om dat want dat maakt ook heel veel los bij mensen mm. dat is niet voor niks He, het woord seks mm. dan gooi dat in een groep en er uh, gebeurt van alles mm. en dat was ook bij mijzelf zo maar ja, daardoor zitten dus ook heel veel lagen op en conditionering en programmering eigenlijk op de belichaam van je eigen pure stromende levensenergie. Je mm. pure life force, sexual energy. <laughs> Wat is ook creatiekracht, toch? Ja, absoluut. Mm. Ja. ja, die uh, gewoon eigenlijk rijkelijk door je hele lichaam wilt stromen. Mm. Eh, door die. die, die... Door die energiecentra's. Hmm. En daar kwam ik ook tot ontdekking van dat, dat sommige delen in mijn lichaam gewoon hmm. niet geopend waren. Niet vrij konden doorstromen. En dat toen begreep ik ook waardoor heel vaak van die waves waren. waar ik wel die, die, die energie voelde. En of het uitte zich dan in. Nou, ik wil inderdaad seks hebben. Of, en daarvoor nog met porno en zo. Maar of ook in. Oh, ik voel zoveel energie. Laat ik iets mee doen. Hard werken. En oh, dan ja. ff, eigenlijk. Het in een hele korte tijd, ja, uh, dat, dat, dat je uit de bocht vliegt. Weet mm. je dat gevoel? Omdat het niet volledig belichaam, niet volledig mm. kon doorstromen. Dus het, want in principe is het oneindig beschikbaar als je open mm. bent. Mm. Dan, dan is er gewoon energie. Mm. En dat bracht me ook wel terug, want naar mijn puberteit uh, dacht ik altijd er is wat mis met mij. Ik, ik werd ook regelmatig ging ik naar de dokter van uh, bloedprikken en ze dachten uh, van alle ziekte van vijver of wat alles. En later besefte ik van holy moly, <laughs> mijn seksuele energie stroomde gewoon niet door. Want ik was mezelf ook aan het verdoven en en bepaalde gebieden konden er ook niet zijn. Die waren afgesloten. Dus geen wonder dat ik moe was. Mijn levensenergie... kon niet doorstromen. En dat ja, dat herken ik nu ook zo vaak. En ook bij mensen die bijvoorbeeld een uh, mooi een, een retreat komen doen en die misschien al uh, bijna burn-out of helemaal geen energie hebben en dan door zo'n ervaring mm -hmm. dat er gebieden openen en dan oh. <laughs> da aan het langste uh, op die dag staan te dansen en nooit dan meer naar huis willen omdat ze voelen, ik heb zoveel energie. <laughs> helemaal, ja, die energie was er altijd al, maar het kon niet doorstromen door mm. al die blokkades. Ja, dat was een die... mega-ontdekking. Hoe ga je dan met die blokkades om? Nou, inmiddels weet ik dus, oké. Okay, uh, ja, oké, okay, soms ben je ook echt wel moe. Weet je wel, dan heb je gewoon echt even. Eh, want soms denk ik ook wel eens, oké. Okay, nou, uh, ben ik Superman, dan kan ik alles aan. <laughs> maar nee, soms word je echt wel even teruggefloten. Dan heb je even de rusten. Maar mm -hmm. ook heel vaak is het, ah, ineens ben ik gewoon een beetje moe of zit mijn hoofd. Hoor. En dan is het bewustzijn van, oh ja. Mijn stroomt niet helemaal door. Hmm. Neem een break. Verbind met de adem. Want vaak is die adem dan ook niet helemaal uh, aan het doorstromen. En om dan in te checken inderdaad bij jezelf. Van hé, hey, waar stroomt het niet? Hmm. En de ene keer is het misschien mijn hart. Omdat er iets spannends is of angst of er is iets gebeurd of iets, ik heb iets opgepikt dat zou kunnen. En de andere keer is het misschien uh, ja, lager in het lichaam. En uh, ja, op verschillende manieren mee omgaan. Maar in ieder geval weer okay, daar naartoe gaan. Bewustzijn om te brengen. En, uh, en de ene keer is het dan wat meer activatie. Oké, okay, shake the body. Mm. Ah, dieper ademen, mantra's. En de andere mm. keer is het misschien heel zacht in overgaven en voelen. En ah, ik ben niet zo aan het uh, wegduwen of niet aan het mm. toelaten. ja Mooi. Nee, ja. zeg. Is dat ook wat je bijvoorbeeld in zo'n uh, tantrische week doet op, uh, of je Tantric Retreat? Ik weet even niet meer wat de naam ervan is, maar op Ibiza. Ja, uh, Tantric Freedom retreat. Je doet dat regelmatig, toch? Klopt ja, dat? Ja. Kan ik dat zeggen? Ja, vorig jaar <laughs> veel meer. Bij mij uh, is het ook wat er roept, wat er speelt. Dus vorig jaar was er echt wel een jaar weer van heel veel tantra ja. delen met de wereld. en Dit jaar tot nu toe iets minder. Uh, ja, over een paar dagen komt er weer een retreat aan. En dat is beide inderdaad. Hmm. Het is uh, eigenlijk de bedding geven, de support, de ondersteuning... om inderdaad die diepere verbinding te maken met je eigen levensenergie. En om vanuit die verbinding ook te leren verbinden met, met elkaar. Ja. En uh, het grotere, ja. En dat kan zeker activatie zijn, uh, man, lekker juist pff, het lichaam in en shaken en ademhalingstechnieken, maar ook ja, vertragen. En, uh, het is zo'n cadeau als je dat een week doet, hè? Oh. Ik vind meestal dat dan twee of drie dagen is net iets te kort, maar als je dan die vierde of vijfde dag erin zit, ja, dan gaat alles zoveel meer stromen. Ja, dat is zo lekker. Dat herken je wel, hè? ja. 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 <laughs> Ja, het is tijd om voor mij ook dat weer eens te, te gaan doen. Mm. Maar dat is zo lekker, want je voelt echt zoveel meer liefde daarna. Zeker als je een week bezig bent met ademen, met verbindingsoefeningen. En ja, je, je staat gewoon ook helemaal open. En die levensenergie die gaat gewoon echt zo lekker stromen ook. Ja, ja dat is echt wel. Uh, dan heb je geen koffie nodig hoor. Nee. Nee, <laughs> nee, 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 echt niet. Het is heel duurzaam. Nee. Heb je dat ook dat je, ik weet niet wanneer voor. Dat het voor jou voor het laatst was dat je echt oplaat ook in een retreat dat je geeft? Of is dat anders? Mm, mm, ik geef nog niet echt retreats. Ik heb wel gedaan toen op Terranova. Oh, ja. um, maar bij mij zijn het meer gewoon losse dagen. En ja, ik laat op. Maar uh, het heeft wel vaak ook met trauma te maken. Dus het is ook intens. Mm. Mm. Maar ik heb een aantal avonden met Esther samen gedaan. En ja, en dan laat het super veel op. Want dan ben ik alleen maar met die kundalini-energie ook bezig. Ja, dus dan geeft dat... Het geeft een andere vorm van energie. Het is minder intens dan dat je met de trauma's van de voorouders bijvoorbeeld werkt. Er zit wel ja, een verschil ja, ja, in. Ik. Ja, ja. Maar ik krijg van beide zeker energie. Maar het is wel anders. Kijk, van als ik een dag tantra doe... Dan voel ik me de dag daarna echt wel super. Lekker veel meer energie. Maar als ik een dag intensief traumawerk doe, dan moet ik de andere dag moet ik in het bos gaan liggen. Nee, dan kenbaar. heb ik het nodig om ook ja. echt weer op te laden. En wat je net zei over ja, soms word je teruggevloten. Ik ken dat ook. Als ik mezelf heel veel geef, en dat kan mm. ik ook echt doen. Ik heb het ook nodig om dan momenten te hebben of dagen dat ik niks doe. En in de natuur ben en gewoon afsluit van alles. En ja. Ik heb het gevoel dat dat met tantra iets minder is. Behalve als je misschien ook met intense stukken werkt. Maar over het algemeen is die energie wel iets anders of zoiets. Ja, mooi dat je dat benoemt. Ja. Ik herken dat ook wijs, de, de verschillen daarin. Ja, ja. ja. Ja, dus als wij een adem-event geven, en dat doen we binnenkort ook weer uh, in juni, dan, uh, ja, dan moet de dag daarna moet ik wel bijkomen. Ja. <laughs> en los van dat het veel energie geeft, is het ook gewoon intens als uh, 40, 50 mensen gewoon aan het los gaan zijn en al hun trauma's dat veld in, uh, in gooien. En dat je daar dan als uh, hoofdspace ook gewoon aanwezig bent en met je mannelijke energie daar dat veld ontkaderen bent. Mm. Ja, dat is, dat is, dat is intens, is dat maar Wel heel mooi. <laughs> Ja. ja, en dan is voor jou het bos wel een uh, fijne ja, plek? Ja, Je had het net over de Veluwe. Ik woon op de Veluwe. Dus, oh, ja. uh, Waar woon je dan? Voorthuizen. Ah, oké. Okay. Ja, dat ken ik wel. Ja, ja. ja het is fantastisch. Hmm. Ja, ik wilde echt heel graag naar de Veluwe of naar de Ardennen. Uh, mijn vriendin wilde graag in Nederland blijven, want ze heeft een dochter van 16. Dan is de Ardennen net even iets te ver. Oh, ja. uh, maar de Veluwe, ja. Het is zo lekker. Goeie plek om te zijn. Ja, ik zeg ook elke dag, en Esther zegt het ook... Ja, we zijn zo blij hier op deze plek. Ja, het is zo lekker dat je zo het bos in kan lopen en we hebben een losstaand huisje. Het is echt uh, hemel op aarde. De hemel op aarde, <laughs> ja, oh, beautiful. Ja. Hey, ik denk dat we ook zo richting, ik zit even op de tijd te kijken, ook een beetje richting afronding gaan, be gaan bewegen. Yes. Maar je gaf in het begin van het gesprek ook aan dat je op een gegeven moment Joya hebt toegevoegd uh, aan je naam. Zou je mij eens kunnen vertellen waarom dat uh, hoe dat is ontstaan. Hmm, mooi. Ja. ja, ik vertelde je ook inderdaad, dus uh, een jaar geleden ongeveer uh, heb ik ervoor gekozen om met de naam Joya te verbinden. Ik, toen heb ik hem nog niet meteen aangenomen. En dat was echt uh, een week voor het tweede Tantra retreat vorig jaar. En toen kwam die naam dan op jouw pad. Ja, het is dus even een kleine introductie. Ja. Het was al langer zo dat ik altijd een beetje een dubbel gevoel had bij mijn naam en met namen namen doe ja. ik steeds want ik in mijn helende reis ben ik best wel veel ook aan het reizen naar het buitenland. Uh, ik heb heel veel mogen ontvangen, bijvoorbeeld de tantra, maar ook ja gewoon een energie upgrade wel door te reizen, Veel Bali, heel veel en uh, vorig jaar dus Ibiza. En ik merkte meteen dat ik in een ander energieveld tapte. Ook mijn frequentie omhoog. Ook heel snel zelf een soort van lichamelijke ja, transformatie doormaakte. Hmm. En daar sprak ik heel veel Engels. En het, elke keer was het heel gek in die, in die energie. om dan mezelf voor te stellen. Mijn naam is Matthijs. En ik voel dat het klopt niet helemaal. <laughs> en ja, dat is dus een voorbeeld. Um, dus het was altijd een beetje een dubbel gevoel. Ik vind het ook een hele mooie naam, nog steeds. Um, maar op zoek naar verbinding met mezelf. Ja. Nou ja, en uh, vorig jaar was het ook, uh, was ik naar Ibiza gaan voor het eerst. Uiteindelijk helemaal blijven hangen en drie tandraadjes iets geven en, en noem het allemaal op. Maar toen ben ik opnieuw heel erg met het goddelijke gaan verbinden. Echt een tijd genomen om met mezelf te verbinden, de natuur te verbinden. En uh, al heel snel. Ontstonden daar bijzonder mooie synchronis synchronisaties. <laughs> en ik weet nog, ik zat op een gegeven moment uh, helemaal ff, ja, in mijn kracht in, uh, bij een mooi huisje in de natuur van Mira. Die heeft daar een heel mooi stuk land op je pizza. En ik deed een meditatie in de vroege ochtend en de zon kwam op. En ik voelde me helemaal open en aan en ingetuned op het veld. En ineens kwam de naam Joya gewoon binnen, gewoon voem. En ik had zo'n boekje, heb ik vaak naast me liggen. En dus ik schreef dat op, Joya. Maar ik ging weer in meditatie. En toen ben ik ermee gaan... Ja, wat, wat heb ik hiermee te doen? En toen was het wel een soort van gevoel van... Ja, dit mag je gaan aannemen. Um, het is een frequentie, het is een naam, maar het is een frequentie om... Uh, ja, om te gaan verdiepen. En uh, betekenis is pure levensvreugde. En dat voelde vanuit die staat waar ik toen helemaal in was. Gewoon de joy. En ja, echt als een hippie. Bijna wel leven. Uh, op, met je blote voeten lekker in het zand. En drumcirkels, ja, noem ja, het maar op. Blote voeten. Ja, nu ja. ook. Ja, ja. <laughs> Goed. Het voelde, ja, als een soort van dat jaar. Uh, werd ik 40, dus vorig jaar. En het voelde een soort van nieuwe, nieuwe fase. Maar ja, toen kreeg ik die naam. Toen dacht ik: oké, okay, dit is mooi. En ik, ik voel het ook. Joya, wauw, dit, dit klopt. Maar toen was het nog echt wel een reis van: uh, ja, wat ga ik hiermee doen? Want op een gegeven moment ging ik naar Nederland voor een maand. Uh, om ook wat workshops te geven. En ik weet nog: op een dag reed ik ergens van een event naar huis. Dan was de bedoeling. En ik voelde ineens: ik heb naar mijn moeder te rijden. En ik heb haar ook te vertellen dat ik dit heb meegemaakt. En uh, dat ik overweeg om mijn naam te veranderen. Dus ik heb dat gedaan. En toen bij toeval, ja toeval, het valt je toe, kwamen ook ineens mijn broers binnen. Ik had het <laughs> nog niet aan mijn moeder verteld, toen kwamen mijn broers binnen. Zeiden ook van nou, kom maar even zitten. <laughs> en toen was ik dat zo aan het vertellen. En uh, ja, het voelde zo kloppend. En heel kort daarna ook naar mijn vader geweest en... Het was alsof ik mezelf echt toestemming gaf, opnieuw: dit ga ik doen. Mm. En ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik, nou ja, nee, dit was het. Een uur voordat het Tantra-retweet begon, dan zit ik altijd even ergens in te tunen op het veld. En wat wil ik mm. brengen? En wie komen er? En ik zat daar. En ineens was het, maar nu is het moment. Want het voelde niet meer kloppend om mezelf straks, want dan komt er een openingcirkel van je gaat jezelf voorstellen om mezelf als Matthijs voor te stellen. Dus toen heb ik dat geïntroduceerd, en vanaf toen uh, ja. Ja, ben ik echt met Joy aan gaan verbinden. En nu is er weer een soort van periode aanwezig om ook echt Matthijs komt weer terug En nu ja, ben ik daar een beetje mee aan het spelen, Joy en Matthijs. En ze smelten ze wel samen. Wie weet. Ik noem we dat. Joy, Matthijs. <laughs> <Sorry. laughs> ja, het is een, het is een reis. Het, het heeft me heel veel gebracht nog steeds. Ja, ja. Het is ook, uh, ook denk ik wel een stukje onthechting. Ja, ik heb hier zoveel mooie gesprekken ook over doorgevoerd. Mm, en uh, ik weet mooi, niet waar het zo. zich heen gaat brengen, maar tot nu toe is het, uh, is het waar het nu is. Ja, als we zo een beetje dit gesprek zo samenvatten, dan gaat het echt wel over transformatie. En steeds ja. meer verbinding naar je authentieke ik. En je volgt wat er, wat er wordt aangeboden eigenlijk. Ja, ik vind dat wel heel, uh, heel inspirerend om, uh, Mooi ook om naar te luisteren naar de stappen die je hebt gezet en hoe je je hart volgt en hmm, hoe je ook dankjewel. gewoon hier lekker gewoon zit en gewoon jezelf bent. En, uh, <laughs> ja, ik vind dat heel mooi. Ik hou daarvan. Ja. Een spiegel, volgens mij. <laughs> ja, ik <laughs> zie er ook heerlijk bij zitten. Ja, ja. ja, ik voel me ook gewoon lekker relaxed. De eerste keer dat ik hier zat, voelde ik me helemaal niet relaxed. Maar ja, ik kan me voorstellen, ja dat is, daar groeien je of zo ook wel gewoon weer in. Ja. Ik denk als je dat prestatiestuk er ook afhaalt en ik verspreek mezelf soms ook wel eens, of ik haal woorden door elkaar. Je. Als je daar Doe niet zo druk meer om gaat maken, dan ja, kan je ook veel meer relaxter gewoon zitten en ontspannen en gewoon zo'n gesprek aangaan. Ja. En het is ook gewoon spannend. Uh, nu heb ik dat niet meer zo, dat je gewoon gaat zitten en oké, okay, laten we eens kijken wat er gaat ontstaan. Hmm. Maar daar zit wel de, de magie van het leven ook in. Het volgen, het overgeven, het niet weten wat er gaat gebeuren, maar wel gewoon vertrouwen dat wat geen... Wat wat er gaat gebeuren, dat dat de bedoeling is. Wauw. Wow. Ja. <laughs> ja, en volgens mij dat waar we mee begonnen, het aanwezig zijn, ja. dat eigenlijk het goddelijke het pad van het hart zich kan ontvouwen. Want de grap is als laatste wat ik nog aan toevoeg, want toen ik begon, mijn hm. eerste transformatieweekend, dat weet ik nog was de dag van gisteren, maar ik had echt alles voorbereid, uitgeschreven, tot het eerste woord wat ik ging zeggen. Hm. Van hoi, uh, steek je hand omhoog, ik bij Matthijs Nou ja, ja. Tot aan alle... Ik werk met slides. En langzaam maar zeker is dat er afgegaan. Tot mm. inderdaad nu. Van oké, okay, we hebben een retreat. We hebben een intentie. Yeah. We hebben, uh, de draaiboeken werden intentieboeken. En nu verdwijnen de boeken. En is het inderdaad. Oké, okay, ja. je bent. En uh, het wat wat ontstaan. Ja. ja, ik doe meestal gewoon richtlijnen. inderdaad, Van oké, okay, dit is ongeveer wat ik op de dag wil doen. Maar ja. hoe het ontstaat. Ja, laten we dat <laughs> gewoon lekker uh, in het moment laten ontstaan. <laughs> Precies. ja, ja. Mooi. Laatste vraag voor jou, Joya. Hmm. Hoe ziet voor jou een hemel op aarde eruit? Wauw. Wow. <laughs> Als je hem in het veld mag zetten en je zou hem nu mogen creëren. <sighs> Met al je scheppende kracht. Hmm. Wauw. Ja, dan, wat ik nu voor me zie is dan echt één grote cirkel op heel de aarde: van broeders en zusters, die gewoon over de hele mooie aarde gewoon hand in hand naast elkaar zitten. Of ook niet hand in hand als je dat niet wilt. Maar gewoon naast elkaar in die verbinding aanwezig zijn. En eigenlijk met alles daaromheen. Dus dat je voelt, ik ben hier, ik heb verbinding met de aarde. Dat de dieren er zijn. Dat, je, ja, dat we met z'n allen mm. aanwezig zijn. Dat is voor mij wel echt een, de hemel op aarde. En ik kan daar allemaal prachtige plaatjes bij bedenken. Maar dat gevoel, de unity, mm. gewoon samen aanwezig zijn. Ja, dan uh, <laughs> ben ik heel uh, gelukkig. Maar dat ben ik nu al, maar dat, dat, dat is wel het beeld. Nog <laughs> gelukkiger. Ja, nog, <lukker>. ja, <laughs> nog <lukker. laughs> ja, dat is denk ik ja. iets moois waar we naartoe mogen gaan werken. Ja. Mm -hmm. Ja, het is aan het ontvouwen. Ja, zeker. <laughs> Dankjewel nogmaals voor dit... Uh, prachtige, mooi inspirerende gesprek met een open hart. Ik kan echt uh, mm. de liefde voelen, de inspiratie voelen. Dus, uh... Dankjewel. Echt ook, dankjewel. Ja. En credits naar jou, hoe je dit doet. Dat wil ik ook dankjewel. gezegd hebben. Je aanwezigheid en je vraagstelling en je mm. ontvankelijkheid, echt uh, dankjewel. Dankbaar daarvoor. Dankjewel. Ja. Vond je dit nou mooi? Leuk en inspirerend. Reageer dan natuurlijk even onder deze video op YouTube. Deel hem, like en abonneer. <laughs> Tjaja! <laughs>